Dankzij de eerste foto van een zwart gat werd hij wereldberoemd. Zo'n 4,5 miljard mensen zagen de foto die hoogleraar Heino Valken met een team van 200 wetenschappers van over de hele wereld wist te maken. Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de zwaartekracht zo extreem sterk is dat niets eruit kan ontsnappen, zelfs geen licht. Een zwart gat zuigt alles op wat te dicht in de buurt komt. Sterren, planeten, gas, stof en ja, zelfs licht dus. Dat werkt zo. Alle objecten in de ruimte, zoals planeten en sterren, hebben zwaartekracht. De een sterker dan de ander. Op een veilige afstand kun je er omheen draaien, zoals de maan doet om de aarde. Maar als je te dichtbij komt, word je er naartoe getrokken. Daarom val je op aarde weer naar beneden als je omhoog springt. De planeet trekt letterlijk aan je. Dat is ook zo met zwarte gaten, maar dan veel en veel sterker. Dat klinkt eng, maar is het niet. Ik zag u een beetje kijken, alsof nou ja, naartoe getrokken, klopt dat wel? Niet helemaal? Een zwart gat trekt net als de zon eigenlijk. Het is gewoon zwaartekracht. Of de aarde trekt ons naar de aarde toe. Dus dat is geen verschil. Nee. Het enige is dat zwarte gaten dus veel compacter zijn. Dus een veel meer massa en een kleine ruimte is. Dus als je te dichtbij komt, dan zou je nog steeds daar ronddraaien. Maar als je daarin vliegt, dan kom je nooit meer naar buiten. Want dan moet je echt met de snelheid van licht naar buiten vliegen. En dat kan niet. Nee. Dat mag niet. Dat heeft Einstein verboden. Dus ja, op de snelweg, op de snelweg kan je soms ietsje sneller gaan. Hè? Dan als de politie het niet ziet. Dan kan je het doen. Maar Einstein die let daar de hele tijd op. Dus, nee. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Wat voor foto staat er op uw nachtkastje? Ik heb geen foto op het nachtkastje. Nee? Ja, een boekje ligt daar. Ah, ja, een boekje. Dat is niet die mooie donut. Nee, maar ik heb wel van mijn vader heb ik wel die foto gekregen met zo'n Simpson-achtige figuur en mijn gezicht erop geplakt. Dus, samen met het zwarte gat. Met het zwarte gat. Ja, als donut. Ja. Nou wordt die foto wel vergeleken met Columbus, de ontdekking van Amerika, en met de maanlanding. We weten wat we daaraan hebben overgehouden. Een heel nieuw continent en tefalpannen, waardoor we nou PFAS hebben volgens mij. Maar wat gaat dit ons opleveren, deze foto van het zwarte gat? Nou, als eerste denk ik wel de inspiratie om iets te zien wat je nooit van tevoren hebt gezien. En dan moet je ook het verhaal daarachter weten. Want het is natuurlijk maar een vaag donut die je daar ziet. Hè? En het een zwart vlekje daar. En dan moet je weten dat de zwart vlek daar is, omdat licht verdwijnt achter die waarneming horizon. En we weten dus nu dat die waarneming horizon waarschijnlijk bestaat. En zwarte gaten bestaan. We kunnen ze zien. We kunnen het echt we kunnen het goed simuleren. Mm-hmm. Dat weten we nu. Dat en weten dan. We nu. Ja. En dan. Nou ja, is nog een van de grote geheimen eigenlijk van de natuurkunde is hoe de zwaartekracht en de kwantumtheorie die we elke dag gebruiken. Iedereen gebruikt nu de zwaartekrachttheorie. Als je een GPS, een TomTom gebruikt, dan gebruik je Einstein. En als je een mobiel gebruikt, dan gebruik je kwantumtheorie. Maar aan de rand van zwarte gaten, dan gaat het mis. Die twee zijn niet te rijmen. En daar is nog echt een heleboel nieuwe fysica te ontdekken. Maar of dit iets over 50 jaar, 100 jaar of 1000 jaar oplevert, dat kan ik niet voorspellen. Dat was 100 jaar geleden heeft men ontdekt dat er iets mis was met de baan van Mercurius rond de aarde. Dat heeft Einstein opgelost door zijn theorie. Vandaag gebruik je het in jouw TomTom. Ja, hoe lang gaat het duren voordat we dit toepassen? Oplevert. Ik weet het niet. Nee. Ik ga het niet voorspellen. Het gaat wat opleveren. We weten niet wanneer en we weten niet wat. Dat is eigenlijk het Ja, het zo is het altijd met nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Ja. Ja. Dus en daar is onderzoek voor nodig. Nou, na de euforie van deze waanzinnige foto en de doorbraak... is uw subsidieaanvraag gewoon keihard afgewezen. Ja, dat gebeurt soms in de wetenschap dat het gebeurt. Ja. Op dit moment was het... niet zo mooi voor ons, want we zitten natuurlijk ook in een wedstrijd met de internationale groepen. Ja. In de VS, daar wordt heel veel geld aan gegeven nu voor dit onderzoek. En nu eigenlijk mijn mensen die gaan nu naar de VS. Hè. Moet u niet mee dan? Nee, ik vind het echt leuk hier. Ik heb het vaker gezegd. Ik werd een keer gebeld door Gelderlander. Kunt u uitsluiten dat u weggaat? Ik zeg, ja, kan je nooit. Net als u. Volgend jaar zit Broos in Den Haag. Ik heb het echt naar mijn zin. Ik zit daar echt niet over. En ik zei dan, als ik daar op een antwoord geef, dan schrijven jullie... Ja, professor Valken sluit niet uit dat hij weggaat. Nee. Wat hebben ze gedaan? Precies dit. Maar je moet gewoon blijven. We zijn ook heel trots. Ik moet u zeggen, toen het moment gebeurde en ik wist van het onderzoek... Ik had echt trilling. Ik was echt geëmotioneerd. Ja? Ja, en ik had voor een 8 voor natuurkunde mijn eindexamen. Daarna nooit meer iets meer gedaan. Maar ik voelde ook wel, dit is een stap verder in kennis.
waar je ooit iets mee kan doen. Nou, dat gebeurde in mijn stad. Ja. Geweldig. Ja. We hebben hier samen gezeten met de hele groep. Hè. De burgemeester was maar erbij. Hoe bizar dat er dan geen geld vrijgemaakt wordt voor vervolgonderzoek. Ik kan hem ook niet helpen, want we hebben ook een groot tekort op de begroting. Maar nou ja, we moeten er samen aan blijven duwen om het mogelijk te maken. Het toont in ieder geval aan dat ook in Gelderland wereldwetenschap mogelijk is. Ja, daar moeten we trots op zijn. Wat zou u nog willen met dat zwarte gat? Nou, we zijn nu bezig met. We hebben al een tweede zwaartegat. Dus, de zwaartegat in het centrum van ons eigen Melkweg. Ja. Dat was eigenlijk de hoofddoel. Die willen we nog zien. En is die verder weg of dichterbij? En die is dichterbij zelf. Ah. Ja, die is kleiner, 1000 keer kleiner, maar 1000 keer dichterbij. Dus die kan je net zo goed zien eigenlijk. Maar die beweegt een beetje en daaromheen. Dus het gas beweegt daaromheen. Dus we willen een telescoop eigenlijk in Namibië bouwen om die beter in kaart te brengen. Daar zijn we mee bezig. En ook daar met het land meer contacten op te bouwen. Ook met de universiteit daar en ook met de gewone mensen daar. We hebben net een planetarium daar naartoe gestuurd om naar alle scholen te gaan. Wat we ook in Nederland doen. Dus we doen van alles. En uiteindelijk over 20 jaar, 30 jaar gaan we misschien de ruimte nog in. Ja. Dat is ook nog een droom. Dus dan krijgen we echt de mooiste foto's ooit van zo'n stad. Ik wil zoveel vragen. Behalve een astronoom, bent u ook christen. Ja. En nu heeft u de foto van het zwarte gat. Vaker, maar ik wil het even genoemd hebben. Ook de poorten van de hel genoemd. Waarom? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, er was een persconferentie 10 jaar geleden. Ging over de oerknal, ontdekking van de oerknal. En zei die wetenschapper, we are looking at the face of God. En ik dacht, nou, een beetje overdreven. Maar dan moet ik nog iets, wat ga ik dan zeggen? En eigenlijk zijn zwaartegaten een beetje tegenovergesteld. Hè? De oerknal is het begin van alles. En de zwaartegaten zijn eigenlijk het einde van ruimte en tijd. En is echt een ongelooflijk hete temperatuur. Alles wordt vernietigd als je binnen gaat. Je gaat daar binnen, je komt nooit meer terug. Het is voor mij echt, klinkt een beetje als de hel. Hè? Ja. Maar het is natuurlijk een analogie. Hè? Het is niet de hel zelf. Dus, maar het voelt een beetje zo. Ja. Wie weet. Weg, maar ja, goed, misschien kan je het even proberen. Dus we gaan even. Dan vertel je mee. Ik geef even gas en ik ga Wat zou voor jou het beeld van de poorten van de hel zijn, Leo? Heb je daar een beeld bij? Totaal niet. Nee? Nee. Als het afgelopen is, is het afgelopen, denk ik. Ja, gaan we op zwart. Oké. Okay. Een zwart gat misschien. Ja, meneer Brul. Nou, ik ben niet zo ouderwets katholiek dat ik nog per se een voorstelling concreet van de hemel help. Ik ben wel gelovig katholiek, maar ik zie het meer een bepaalde waarde slecht en goed. Dat is meer de metafoor die ik gebruik. Ja, ja. Ja. Nou zei u, hè, dus het is niet zo'n gekke combinatie toen Angelique zei van u bent christen en astronoom. Nou kan ik me ook voorstellen dat er aardig wat collega's ook de wenkbrauwen fronsen met uw christelijke inspiratie voor het onderzoek. Maar eerlijk gezegd, ook de belangrijkste astronomen en wetenschappers in de geschiedenis waren christenen. Ja, ook een Kepler en Copernicus die de zonnestelsel hebben ontrafeld eigenlijk. En Max Planck, die kwantumtheorie, een Faraday, die elektromagnetisme, ook zelfs een Maxwell. Dus er waren alle gelovige christenen. Dus dat is, en ook nog tot in deze tijd. Dus het is niet zo ongebruikelijk. Het is gewoon, Nederland is niet meer zo gewend dat er veel christenen rondlopen. U discussieert natuurlijk vooral met de huidige wetenschappers. Alle voorgangers. En daar is het denk ik wel minder wijdverbreid. Hè? Vooral in de beta-wetenschappen zie je toch heel vaak juist... Als ik rondloop, ik was net op een conferentie van de 1800 fysici, daar heb ik een praatje gegeven in Veldhoven. Ik kom altijd collega's en dan praat je soms met die over de kerk. Dat is ook gewoon. Ja. Ik ben nog nooit daarover aangevallen door collega's. Sommigen doen het niet, die snappen het niet goed waarom je het doet. Maar aan de andere kant, weet je, de hemel helemaal is zo groot, er gebeurt van alles. Dus ja, we weten dat de wereld veel gekker is dan we denken dat die heeft, is. Heeft het daar ook mee te maken, zeg maar, dat het allemaal zo astronomisch groot is, dat we zoveel niet weten? Ja, en je weet ook wat je niet weet. Hè? Dus je komt tot de oerknal, je komt tot de rand van een zwart gat. En we weten niet wat de fysica is daarvoor of daarna, daarin. En we zullen het misschien ook nooit te weten komen. Nee. Dus we hebben meer en meer ontdekt. Nu zien we dat er ook grenzen zijn van onze eigen kennis. Ja. En hoe alles is ontstaan uit niet, waar de regels vandaan komen, ja, dat weten we niet. Dat is gewoon zo. Ja. Wat zou u nog willen na die foto van dat zwarte gat? Wat is uw volgende ambitie? Nou, als ik toch nog iets meer kan begrijpen hoe zwaartegaten en de kwantumtheorie samen kunnen gaan, daar zit ik nu een beetje over na te denken, met mensen te praten. Ik blijf gefascineerd. Nog iets meer te leren over zwaartegaten. Dus we gaan er vast nog veel meer van horen. Ja. Dank u wel.